Zwolle verdient een bommetje. Dat moeten de mofjes gedacht hebben in de Tweede Wereldoorlog. In de buurt van de Hanseboog zijn twee bommen van Duitse makelij gevonden. Respectievelijk een 1000 en een 500 ponder. Voor vele Zwollenaren een uitstekende aanleiding voor een dagje uit. Waarom komen jullie kijken? Nou, we waren even nieuwsgierig hoe het eruit zou zien. Het viel een beetje tegen, dat wel. Andere kant, we hadden aan de andere kant moeten staan. Maar ja. Maar je had meer vuurwerk verwacht? Ja, we hadden geen idee wat ik kon verwachten, maar ik had wel wat meer dan dit verwacht, ja. Er was dus weinig vuurwerk te vinden. Het was vooral een kwestie van urenlang wachten. En wachten, en wachten. Graafmachientje hier, graafmachientje daar. Maar rond 2 uur was het nou eindelijk zover. Kort na elkaar vonden de ontploffingen plaats. Maar hoe zijn de Duitse bommetjes eigenlijk gevonden? Omdat hier in de oorlog lag hier, dit is de nieuwe brug, hier, vlak hiernaast lag de oude brug. We weten dat die in de oorlog gebombardeerd is. En ze zijn hier nu bezig met het graven van een grote nevengeul van de IJssel voor de ruimte voor de rivier. Om bij hoogwater meer ruimte te hebben om het IJsselwater te bergen. Ja, en als je gaat graven in een gebied waarvan je weet dat de bommen zijn gevallen, dan is het logisch dat je daarna gaat zoeken. Onschadelijk maken, hoe gaat het eigenlijk te werk? Ze worden blootgelegd, dan komt de EOD en die doet er springstof bovenop. Gaat er ontsteker in, slagkoortje naar buiten. En dan is het wachten tot het gebied helemaal vrijgegeven is, alle voorbereidingen klaar zijn. En dan zetten ze een klein beetje spanning op een elektrisch snoertje en dan zegt die boem. Heeft zo'n ontploffing nog gevolgen? Nou ja, je hebt de gevolgen gezien. Er komt een hoop grond omhoog. Dat is met name ook bedoeld om, die afdekking is met name ook bedoeld om de scherfwerking te minimaliseren. Want ja, het is toch een bomlichaam met een centimeter dikke huid. En ja, die is verscherfd. Ik bedoel, dat is de functie van die bom. Dus dat wil je voorkomen. En voor de rest, ja, je hoort het nauwelijks. Je voelt het in je voeten. Hè? Je voelt de grond trillen. Dat is eigenlijk het belangrijkste wat je voelt.